сонная дойма умуя. Кэмэно охая пепу. Give your face to the sunshine. And you will not see the shadows. Met een bijzondere tentoonstelling over de Wadden start het Wereld Natuur Fonds vandaag de campagne Ontdek de jungles van Europa. Een veerbootterminal als museum. Om toeristen aan het denken te zetten, maakt de kunstenaar Fred Ros de tentoonstelling 100 voet boven het wad. Hangend onder een helikopter fotografeerde hij de reis van Harlingen naar Terschelling. De Wadden vanuit de lucht gezien, als één planeet die voortdurend van gedaante verandert. Veel gereken en gepuzzel ging eraan vooraf. De zon moest op 12 uur het hoogste punt staan. Het water moest allemaal uit het wad zijn. Daarom moest het oostacht zijn.
En dan heb je de mooiste structuur van je leven die je kunt bedenken. Ook op het wad zelf staan twee grote fotocollages. Wat je op het strand zelf ziet, dat is daar ook gefotografeerd vanuit die helikopter. Dat heb ik op die plaats ook tentoongesteld. Het Wereld Natuurfonds vindt dat de natuur in Europa ondergewaardeerd wordt. Vakantiegangers die een van de ongerepte natuurgebieden in Europa bezoeken, kunnen daarvan in wedstrijdverband verslag doen voor het WNF. 2 jaar lang is Fred Ros ermee bezig geweest. En nu staan ze er. 2 planeetvormige kunstwerken op het Terschellingse strand. Ik kom al zo'n 20 jaar, 25 jaar op het Wad. En het fascineert mij ongelooflijk als natuurgebied. En het verandert altijd. En ik heb ontzettend het gevoel dat ik daar iets mee moet. Ik moet het Wad omarmen. En zo heb ik het ook geprobeerd om het zo te fotograferen. Hangend onder een helikopter lukte het de kunstenaar met hoogtevrees om zijn ideale beeld van het Wad te realiseren. De plek die ik hier gekozen heb, is ook de plek waar ik heb gefotografeerd. Dus ik hing hier letterlijk 30 meter boven, 100 voet boven het Wad. Op deze plek, bij dit zand, hing ik op die plaats hierboven. De kunstenaar benaderde zelf het Wereld Natuurfonds om steun te krijgen voor zijn project. Het is net een diaraampje, het is net een illusie. Het is net of iemand met een laserstraal een plaatje daar neerzet tussen die frames. Ik vind het heel, ja, het is heel immaterieel. Terwijl als je er naartoe loopt, is het ijzer, is het laswerk, is het touw, is het plastic waar het op geprint is. Er zitten gaatjes in. Het is, als je het van een afstand, het is fantastisch. Ja, dezelfde. Behalve de 2 kunstwerken op het strand hangen in de veerbootterminal van Harlingen nog 7 andere werken van Fred Ros. Fred Ros, wat heb jij gedaan? Ik heb op het Wad foto's gemaakt van een natuurgebied. Hoe heb je die gemaakt? Ik ben onder een helikopter gaan hangen. En toen heb ik de route van Harlingen naar Terschelling op 7 momenten gefotografeerd. Ik heb, dit is een van de foto's. Die 6, 7, die zien jullie aan de andere kant achter je. En dat... Ja, maar die kunnen we niet. Ja. Ja, die kunnen jullie nou niet zien. En dit is Terschelling? Dit is een onderdeel van Terschelling. Dit is precies genomen op dit moment, op deze plaats. Daar ben ik boven gaan hangen en op dat moment heb ik 100 voet boven Terschelling deze foto gemaakt. Wat ga je nu bijvoorbeeld met deze foto doen? Dit is een foto, is onderdeel van een tentoonstelling in... Harlingen. En de terminal wordt omgebouwd tot museum. 3 maanden lang. 5 juni gaat die open. En dat is in samenwerking met het Wereld Natuurfonds. Die de jungle van Europa organiseert. En zij vinden mij een van de vooruit... En deze foto? Deze foto komt te liggen op het Groene Strand. Deze wordt 15 bij 15 meter. Die komt schuin te liggen. 15 bij 15 meter. Die komt schuin te liggen en die komt half onder water bij vloed. En bij eb komt die heel laag. Dus dan krijg je een soort... De foto wordt als het ware de nieuwe maan zakt in het water. En dit is heel Terschelling en links heb je bebouwing. Ja, dit is de haven van Terschelling. Ja. Hier heb je de Brandaris. Maar het gaat mij vooral om de stilte van het Wad. Een dag van 480 uur, zo heet de tentoonstelling die fotograaf en kunstenaar Fred Ros op Antarctica wil maken. Foto's grotendeels gemaakt op Antarctica, van Antarctica. De kunst en het maken ervan zijn te zien op internet. En vandaag werden mens en materiaal getest in een koelcel in Velzen. We zitten hier in de vrieshal, het is hier min 24 graden. Ik ben hier de hele dag al. Om alle apparatuur aan te testen, alle digitale camera's, alle analoge camera's, videocamera's, alles zijn we aan het testen. Ja, het blijft gewoon draaien, je staat al een paar uur, alleen het toetsenbord wordt een beetje traag.
voor de rest gaat alles goed. In juni heb ik een reis gemaakt onder een helikopter hangend om de foto's van het wat of het wat te fotograferen. En daarmee wilde ik nieuwe soort wereldbeelden laten zien, wereldbollen. En toen dacht ik pas, de menselijke maten zijn hier zo bizar. Ik wil eigenlijk naar Antarctica. Daar zijn de menselijke maten nog veel bizarrer dan hier. Ik heb een aantal foto's heb ik afgedrukt op een soort doek. En die leg ik daar neer op het water of op sneeuwranden. En dan is dus eigenlijk Antarctica de lijst van mijn schilderij, van mijn fotografie. En dat ga ik weer fotograferen. Het worden foto's van Antarctica op Antarctica. En die worden geprojecteerd op Antarctica. Ja, mooi, hè? Ja, dat ligt eronder. Ja, maar eens kijken, die achterwand. Nou, dit is nog maar op die ijshal gericht, hè? Straks is het op Antarctica, op het witste sneeuw, de witste ijstoppen die er bestaan.